Breda Nu. Je weet het meteen. Goedendag Breda, mijn naam is Bart de Wit en er zit weer een ijskoude week op. En dat betekent dus dat het tijd is voor het weekoverzicht. Al 22 jaar lang is er elke september het Breda Barst Festival in het Valkenburgpark. Door de slechte weersomstandigheden van vorig jaar heeft de organisatie echter meer kosten moeten maken dan verwacht. Als gevolg daarvan is het nu nog onzeker of het festival wel of niet door kan gaan dit jaar. Aangezien het een gratis festival is, georganiseerd door vrijwilligers, zijn ze bezig met een crowdfundingactie en hopen zo het bedrag bij elkaar te verzamelen voor de 23e editie van Breda Barst. Voor meer informatie verwijzen we u door naar www.bredabarst.nl. Dus we hebben behoorlijk extra kosten moeten maken omwille van de veiligheid voor onze bezoekers, voor onze vrijwilligers en om park te sparen. En dat heeft een behoorlijke impact gehad. Om een nieuw festival 2018 te organiseren is een startkapitaal nodig. Dus we zijn inderdaad op zoek naar inkomsten. We zijn gisteren pas van start gegaan, we zitten op 12%. Dus we zijn best heel blij. We hebben nog een lange weg te gaan, maar we zijn blij verrast met de hoeveelheid hulp die we al gekregen hebben. Ja. Twee keer per maand worden er in het Hijgend Hert jazzmuzikanten opgetrommeld voor een jam-sessie. Live muziek van verschillende instrumenten en muzikanten is te bewonderen en dat was reden genoeg voor ons om eens een kijkje te gaan nemen. Ja, waarom is er bewust voor jazz gekozen? Wij neigen al naar jazz omdat we het een hele mooie muziekstijl vinden. En vooral moderne jazz. En je hebt creativiteit nodig voor jazz. Het is niet dat je het zomaar van een papiertje kan afspelen, maar je moet dus echt werkelijk gewoon creatief zijn. En samen, de samenwerking tussen muzikanten bij jazz vind ik erg leuk. En dan vooral moderne jazz. Wanneer kunnen we nog meer komen genieten van de jam sessies in het Hijgend Hert? Het hele jaar door. Ah, oh, kijk eens wat een afval Breda. Gelukkig zijn er nu twee wethouders die aan het rondkarren zijn in een nieuwe vuilniswagen. Want in Brabant zijn de gemeenten namelijk bezig om te zorgen voor meer schone lucht in de grote steden. Momenteel zijn er meerdere projecten gaande waarbij de nadruk op duurzaamheid ligt. De gemeente Breda heeft nu haar eerste vuilniswagen die op waterstof rijdt. En er komen steeds meer waterstofvoertuigen bij. Wethouders Adank en de Beer waren aanwezig en die namen dus een testritje. Verduurzaming is toe aan een flinke schaalsprong, zoals we het noemen. Nu even doorpakken en zorgen dat de luchtkwaliteit beter wordt en het gewoon goed is voor het milieu. Ja, waterstof ligt ook bij de wethouder duurzaamheid Paul de Beer voor een groot deel. Maar wat we vandaag hebben getekend is dat we samen met de provincie de ambitie uitspreken om een waterstofstation te realiseren. 10 stadsbussen of 10 bussen waterstof te laten rijden vanaf 2020. En dat wij ons afvalsysteem ook op waterstof willen laten rijden. Op basis van die 10 bussen en de 10 vuilniswagens, dan heb je al een van de grootste waterstofstations van Europa te pakken. We gaan nu inderdaad hard, hè, dat zie je, op het vlak van ons eigen wagenpark, maar ook oplaadpunten in de wijken. Snellaadstations staat hoog op het verlanglijstje om die snel te realiseren, zodat mensen in een paar minuten hun nieuwe elektrische auto gewoon kunnen opladen en hop de snelweg op naar werk toe. Maar ook bij het Singel College stond deze week duurzaamheid centraal. De studenten bedachten en organiseerden een goede doelen diner waarvan alle opbrengsten naar de voedselbank gingen. Naast eten en drinken verzorgden de studenten ook een loterij waarvan de opbrengst ook nog eens gedoneerd werd. Duurzaamheid is een hot thema tegenwoordig en dat willen we bij onze studenten ook overbrengen. En we hebben ze alleen maar verteld duurzaamheid en maak er een project van. En zij zijn zelf met deze avond op de proppen gekomen. En jij bent projectvoorzitter. Wat houdt die functie precies in? Dat alles eigenlijk goed loopt en... Ja, dat er geen problemen meer komen en proberen als we problemen hebben op te lossen. En wat vind je hoe de avond tot nu toe verloopt? Ja, eigenlijk wel goed. We liepen wel wat tegen problemen aan, maar het is allemaal opgelost. Afgelopen woensdag was de Breda's finale van de nationale voorleeswedstrijd in de Nieuwe Vesten. 5 basisschoolkinderen uit groep 7 en 8 gingen de strijd met elkaar aan wie het beste kon voorlezen. Er was een heuse jury waarvan onder andere wethouder Haag lid was. De winnaar van de Breda's finale zal doorgaan naar de nationale wedstrijd.
Dus laten we eens gaan kijken hoe het eraan toe ging. Dat heeft voor zin om te schieten op soldaten die vechten voor andere stomme koningen. Die het leuk vinden om zo groot mogelijk land te hebben waar niemand vrolijk is en niemand ontbijt krijgt. Maar in dit geval was Amir... Ja! We hebben 5 verschillende voorlezers gehad, alle 5 heel verschillend en alle 5 steen goed. Maar Amira was vandaag echt wel de allerbeste. Ik vond het heel leuk, op het begin vond ik het best wel spannend. Maar toen ik begon met lezen, had ik er steeds meer plezier in. En toen vond ik het wel steeds leuker worden, zeg maar. En ik vond het ook heel leuk dat de klas meedeed. De gemeente Breda, Care Innovation Center West-Brabant en Avans Hogeschool hebben een tijdelijke winkel geopend in het winkelcentrum Hogevucht. In deze pop-up store draait het helemaal om gezondheid. Er zijn nieuwe hulpmiddelen te bekijken tegen allerlei kwaaltjes. En er worden ook presentaties gehouden over allerlei verschillende thema's. Er was een feestelijke opening door Mirjam Haag, een robot en een zeehond. Vandaag komen eigenlijk 2 dingen mooi samen. Enerzijds gaan we het project leefstijlmonitoring aftrappen. En tegelijkertijd gaan we ook de pop-up store vandaag openen. Waarom zijn jullie hier achteraan gegaan? Nou, nogmaals omdat wij de zorg betaalbaar willen houden. En in de ouderenzorg hebben we echt een probleem. Namelijk het feit dat mensen thuis zitten, alleen. Sommigen hebben mantelzorg, anderen niet. Die zijn eenzaam. En dat is echt een probleem in Nederland. Thuiszorgorganisaties klagen ook dat ze te weinig mensen hebben. Te weinig jonge mensen kiezen voor het zorgvak. En het kan niet zo zijn dat we ouderen zeg maar thuis laten zitten. Dus wij vinden dit een heel mooi initiatief. En als partner van de gemeente Breda vinden we dat we hier een rol in moeten spelen. Het is de afgelopen tijd stervenskoud buiten. En veel mensen spreken over de proverbiale Siberische beer om aan te geven dat er een koude vrieslucht uit het oosten komt. Wij gingen de straat op om te kijken hoe Breda omgaat met deze kou. Heeft u al de Siberische beer gezien? Nou, ik kwam net tegen daar op het plein liep hij. Nee. De Siberische beer nog niet gezien, zeg maar. Maar het is wel berenkoud. Is het een beetje te doen buiten? Als jij goed kleedt, dan valt het mee. En als je een beetje in beweging bent, een beetje aan het werken bent, dan valt het mee. Hoe kleed je je eigen tegen de kou? Kunnen jullie een beetje tegen? Ja, sowieso. Hè. Dubbele trui aan, zeg maar. Handschoentjes, zeg maar. Dus alleen als je handschoen verloren bent, zeg maar, dan krijg je koude vingers natuurlijk. Ja. Ik heb die even afgedaan voor in de winkel lekkere kaas gaan halen. Boerenkaas. En ja, toevallig ben ik die verloren en ja, zo gaat het nu. Je moet België toch de Nederlandse kazen laten proeven, of niet? Samen met Instagram-accounts in Breda en I Love Breda hebben we een foto van de week. En elke week kijken we welke ingezonden foto Breda het mooist weet vast te leggen. Ben je zelf ook op pad geweest met je camera? Wees dan niet bang om je mooiste kietjes door te sturen naar redactie@bredanu.nl of geef een reactie op de Instagram-accounts van in Breda of I Love Breda. Deze week werd de foto aangeleverd door I Love Breda en op de foto is het Begijnhof aan de Catharinastraat te zien. Tot zover het weekoverzicht van week 9. Heel erg bedankt voor het kijken en volgende week zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe foto van de week, de laatste nieuwtjes en highlights van in en rondom Breda. Fijn weekend en au doen! Breda Nu. Je weet het meteen.